Hallo allemaal, ik laat jullie nu zien hoe je deze moet bouwen. Als eerste wil ik wel zeggen dat je gaat geen command blocks gebruiken hierbij. Dit is alleen maar voor vanille. Dus ja, dus ik ga het een beetje anders maken, maar het maakt niet uit. Wat je nu in mijn hotbar ziet staan is wat je nodig hebt. Window chest. Dus ja, dan gaan we verder met het bouwen van dit ding. Okay, dus eerst wil je iets van 6 blokjes omhoog. Dit zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan wil je hier zo'n klein platformpje maken van ongeveer 4 bij 3 of zoiets. Ja, maak dat. Dan wil je zo pistons neerzetten. Dus dit soort. Oh, trouwens, het moet 4 bij 4 zijn, sorry. En dan plaats je hier een blok. Daar haal je het blok weg voor het water. En je maakt een soort van tube. Het moet 4 bij 5 zijn. Dan pak je nu wat water. Wat hier laat. En dan... Want dat wordt een douche. Trouwens, nee, weet ik. En dan doe je die hier. En dan... Nou, niet daar. Want die gaat gecrushed worden. Hier. Dan doe je er nog zoiets op als je dat wil. Dan... Nu ga je het wiren. Oftewel... Heel simpel. Je doet gewoon dit. En dan haal je deze heel even weg. Dat is wat mooier. En dan... Doe je dit zo, maak je eigenlijk gewoon een halve trap naar boven, maar dan van redstone. Yeah. We gaan naar boven. Nou, dan zou het dit moeten worden. Als je hem weer dicht doet. Oké, nou, we hebben de timings nog niet ingesteld. Deze repeater, die moet op 2 ticks staan. Dus nu staat hij... Zou het goed moeten gaan. En als je het echt zo slecht vindt. Nou. En je vindt dit gat hier niet leuk. Dat je de hele tijd er dan uit moet zwemmen. Dan doe je daar zo zijn zonderen. Zag me of je het leuk vond van dat ding. En ja. Tot de volgende keer. Peace.